Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Wat ik dus heel graag wil, is in die hoek een stoel zetten. Voor als ik hier tv wil kijken of iets. En wat het leuk staat. Maar kijk, het is echt heel klein. Dus ik weet niet eens of dat past eigenlijk. Maar hier stond eerst dit. Kastje. En hier stond eerst die kruk met dit erop. Dus ik dacht, ik zet dit kastje hier. Dat kan wel. Dus misschien als Rupsel klaar is, gaan we weer naar Beverwijk. En dan zeg maar bij die outlet van die meubels had ik zo'n hele leuke gele stoel gezien. Voor mensen die mij niet op Insta volgen, dit is echt mijn nieuwe favorite eten. En Rup vindt het dus ook mega lekker. Dit brood van Appie. Dat is echt super lekker. Maar dit is met komkommer en mayonaise. En ik heb dan vegan mayo, maar dit is voor Rup. Hallo jongens. Ik heb net een AliExpress review opgenomen. Voor het eerst sinds heel lang. Dit is de... Pardon. Dit is de eindstand. Oh. Wauw. Ik was net bezig met opruimen. Het zijn echt geweldige dingen. Echt liefde. En Ruben is nog steeds met school bezig. Ik kan echt niet vloggen met deze camera. Het is... Kijk trouwens naar mijn nieuwe hoesje. Kijk hoe leuk. Cute! Nou, het is 4:10. Ik ben benieuwd of we om 4:00 weg kunnen. Dag. We zitten in de auto, want we gaan nu naar Beverwijk. Film mij even lachen. De laatste keer dat jullie Ruben hebben gezien was in Gelukweer. Dat was heel erg schattig. Ik heb dus AliExpress video opgenomen. We gaan nu naar Beverwijk. Het is... Kijk, mijn nieuwe ding. 4:50 al. En we gaan ook even naar de Oriental. Ik ga dus kijken voor een stoel. En ik zat te denken, hij kan dus heel even uit hoor. Zeg maar, het hoekje in de breedte is 60 centimeter. Maar je gaat natuurlijk een beetje scheef zetten, dus dan is de breedte langer. Maar dan is de diepte eigenlijk weer korter. Dus ik moet echt even op mijn gevoel goed gaan kijken. Ik wil eens kijken, maar alle stoelen die ik vorige keer zag waren weg. Toen zag ik nu ineens deze. En dit is precies wat ik zag. Maar dit is niet met leuningen, dat je lekker kan zitten. Kijk. Dit is ook niet zo breed. Maar zou die... Ik denk niet dat die 60 centimeter is. Hij is wel een goede prijs. Nemen? Nee. Heb je wel een gedacht aan de post wel? Ja. Maar hij zit wel echt. Ja, maar ik wil echt om tv te kijken en te editen en zo, hè? Die? Deze vind ik ook wel wat hebben. Die is maar 25. Zit niet lekker. Ik ga hem even reserveren, want ik ben bang dat hij wordt gepakt. Ik ben blij dat Rup hem zag. We gaan hem nemen. We gaan hem even reserveren. Deze. Voor 3,50 deze zeehuur gekocht bij de Oriental. Het zijn echt... Nou ja... Het is wel crispy, maar het is echt niet lekker. Ik ga het ook gewoon weggooien. Het is heel vet. Dus geen aanrader. Ik ben heel blij jongens, want de vorige keer dat we in Beverwijk waren was ik echt heel ongelukkig op de terugweg vanwege die jurk. En nu heb ik en mijn stoel, gewoon echt wat ik wil. En ik denk dat die ook goed gaat staan. En mijn kokoscakes. En mijn tractorfoto. Daarvoor moet je even op Instagram kijken. We zijn aan het kijken hoe hard de trein rijdt. We denken 120. Oh, hij is nu weg. 21 rijdt hij. Oh. Deze gaan de prullenbak in. Echt niet lekker. We gaan nu even kijken hoe de stoel staat. Oké, Rup gaat hem nu neerzetten. Hij is echt grijs. Bobby, niet in de net schone kamer. Past die? Oh! Kan die ook een beetje schuin? Oh, precies wat ik moet. Maar dan kan je been niet lukken hoor. Hij moet zo. Oh. Ja, hij moet wel zo hoor. Ga je zo tv kijken? Oh ja, tv is prima zo. Is dat chill? Ja. Mooi staat hij sowieso. Hij zit oprecht heel lekker. Als je je voeten zo legt. Ik zweer dat het lekker Rup, denk ik. Waarom? Rup gaat Bobby je Noah een olijf geven. Echt? Schattig. Hij vindt zout gewoon lekker. Bobby. Gaat hij Bobby wegduwen? Oh nee, Bobby gaat likken en dan gaat hij hem naar voren likken. Dat is daar heel tijd. Kijk, zo schattig. Noah, eten. We houden zoveel van onze katten. Als we een uur weg zijn, missen we ze. Ik ga er nog eentje even. Hij doet nooit zo'n grote tong. Hij doet vaas. Noah speelt me niks, alleen met olijven. Dus de vlog is bijna afgelopen. Ik ga nu als laatste even laten zien wat ik ga maken. Ik ga een vegetarische lasagne maken. Maar echt een hele dikke, volle, luxe, uitgebreide. Daar heb ik zin in. En morgen is ouderavond en we kunnen dus eten op school. Maar ik neem aan dat wat er gemaakt wordt niet veganistisch is. Dus ik ga even mijn eigen eten regelen. Ik heb dit nog nooit zo gemaakt hoor. Ik heb hier echt nu gewoon in de roerbak. Ook wat courgette-lokjes. Maar de meeste courgette doe ik in plakjes eroverheen. En dan ga ik er nu gewoon... Ik ga niet zelf saus maken. Ik doe gewoon
Deze staat erbij. De bodem wat olie en wat saus. En dan is het gewoon... Hoe ga ik ze leggen? Dat is altijd een dingetje. Dit gaat net niet passen. Dat vind ik altijd zo stom. Meestal ja, is het lastig. Met één hand sowieso een beetje lastig. Ik denk altijd, ik laat niet zien hoe het moet. Maar ik merk dat iedereen kookt anders. Dus het kan voor mij heel normaal zijn dat ik dit maak. Dat weet ik dat ik dat bij Masha wel eens heb. Dat ik denk van, hoe maak je het? Terwijl zij misschien denkt. Als ik alleen laat zien hoe de ingrediënten zijn, dan snap je het toch wel. Het is altijd wel lastig met het inschatten. Ik heb ook 2 pakjes saus gebruikt. Op het bovenste laagje heb je ook saus nodig. Maar ik doe geen kaas, want ik eet dus vegan. En ik heb geen vegan kaas liggen. En ik hou ook niet van vegan kaas. Maar zo ga ik dan gewoon door. Zo ziet het eruit. Ik zal even dit lampje erbij houden. Ik heb niet eens geproefd trouwens. Ik kook dit gewoon echt... Wow, lekker. Zonder te proeven, omdat het altijd wel lekker is. Lekker, jongens. Kijk. Hoe vaak lang deze vaak? Oh, Ruben die het grappig vindt. Oké, wij gaan lekker eten. Het is sowieso lekker. Het is maandag. Ik ga vandaag denk ik niet zoveel filmen. We hebben vandaag de eerste oudergesprekken. Dus ik ben wat later thuis en ik eet ook op mijn werk. En ik wou nog even zeggen, ik vergeet dat steeds. Ik had zeg maar van Essence, ik moet ook echt even opschieten, maar ik had deze gekocht, die brow marker. En ik dacht dus in de winkel dat die best wel goed was, maar het is echt veel te roodachtig voor mij. Dus die is niet goed. Maar ik had altijd van niks een potloodje en die ging altijd heel snel op. Maar die is ook best wel duur. Ik ben hem even aan het zoeken. Oh, hier. En nu heb ik er even van Catrice. En deze was volgens mij iets van Essence. 2 euro of zo. Scherp zijn hem. Dat is deze. En die heb ik nu op. En daarmee kan ik ook echt... Ik heb hier echt weinig haar. Dit echt faken, zeg maar. Er is ook best wel een apart borsteltje op. En een slijper. Die heb ik nog nooit gebruikt. En ik doe er al een week mee en er is pas zo'n stukje op. En hij is ook best wel... Hij houdt het ook even voor, want het voelt echt als wax. Dus dat is wel een tip. Die ga ik nu... Soms doe ik ook nog een beetje van dat Catrice wenkbrauwpoeder overheen. Dat doe ik nu niet. Maar ik vind dit toch fijner. Met de poeder kan je niet echt een vorm maken. En ik heb best wel weinig wenkbrauw. Dus dit is mijn nieuwe ding. En ik ga me nu even aankleden. Doei. Hallo, ik kom net terug van een ouderavond. Eerste dag. Ik vond het echt leuk. Ik vind dat heel leuk. Het is gewoon heel fijn om iedereen weer even te spreken. Want de tijd gaat zo snel. Deze jongen, die echt vet chill. Niet meer filmen hoor, ik heb mijn haar niet. Deze jongen heeft lekker aan school gewerkt en hij heeft allemaal wasjes gereid en de keuken opgeruimd en volgens mij ook stof gezogen of niet. Vet chill. En ik ga nu lekker dit eten. Met hummus. En ik heb 2 pakketjes. Kijk hoe leuk. Ik heb nog nooit iets van dit PR-bureau gehad, maar ik kreeg ineens het mailtje. Normaal kijk ik nooit, maar ik las een unicorn en dacht ik, oh, leuk, dit wil ik. Kijk hoe leuk. Sorry, ik ben nog even wortel aan het eten. Oh. Hoe je naturel die kleuren kunt maken. Lichtpaars met afkooksel van rode kool. Geel currypoeder, kurkuma. Leuk. Heel leuk. Mermaid toast. Oh wauw, dat is ook echt... Wauw. Unicorn dips. Ik vind altijd niet alles is lekker als het gekleurd is. Maar dit ziet er leuk uit. Veggie regenboog sandwich. Die tosti. Echt allemaal goals dingen. Ook omdat het hartig is. Nou hier. Taarten. En ik mag hier dus ook een boek van weggeven. Superleuk. Dus wil jij die winnen, laat even weten in de beschrijving. En ook waarom en wat je ermee wil gaan doen. Waarom je het nodig hebt. Hoeft niet heel lang, maar dat vind ik wel even leuk. In de beschrijving zet ik even wat je ervoor moet doen. Je moet volgens mij even hun op Instagram volgen. En deze video een like geven. Kijk, regenboog popcorn. Mega leuk om... Regenboog ijs. Ik kan niet stoppen met kijken... Blauwe latte. Mega leuk om in huis te hebben dit. Echt heel leuk. Hallo allemaal. Het is dinsdag. Is het pas dinsdag? Dinsdag. Ik heb even lekker mijn Blond Amsterdam bakje. Zouten popcorn. En deze mega beker die ik heel lelijk vind. Maar ergens vind ik hem ook wel weer leuk. Dan heb ik een chai tea. Gewoon thee. Chai tea thee zeg maar. En Ruud zit daar aan school. Dus ik ben blij. Want dan kan ik hier lekker tv kijken. En ik ga lekker Love Island kijken. En ik hoor net van Ruben dat deze hier zit te kwijlen. Ah, oh, Ruud, kijk! Ah. Pops, je lijkt op de Lion King. Doe nog eens. Oh. Gaat het wel goed, liefie? Kijk, ja, maar uit in. Rustig doen. Oh, mijn hand voelt ook een beetje vochtig. Ja, ze helpen dus anders eigenlijk wel. Oh, Bobby. Maar de dierenarts zegt dat het niet erg is. Ik denk.
als ik Linden lees, heeft hij een plant gegeten. Dus het kan niet waarschijnlijk in de keuken zijn geweest. Bobby, kijk. Oeps, kijk eens. En als ik nu naar hem kijk, is het zeg maar echt onder 2 seconden komt er een druppel uit zijn mond vallen. Helemaal duf. Ik weet echt nooit wat ik zeg. Ik denk 10 minuutjes of misschien iets eerder. Oké, super bedankt, tot zo. Hoi. Over 10 minuten? Oké. Okay. Dan heb jij mijn broek aangetrokken, alles. Ik ben echt een zeikmuts hoor, maar als ik me al moe en een beetje niet lekker voel, moet ook ongesteld worden, geloof ik. Ruud zei het al, ik kweld, maar ik zie hem echt. Bobby is echt mijn leven, weet je. Dus we zijn altijd al bang, omdat hij best wel dik en sloom is en zo zwaar aan, omdat er iets is en er is nooit wat. En dierenarts is gewoon zonder bij je geld, er is nooit wat, weet je. Maar nu gaan we erheen, maar ja, vorige keer, wie mijn vlogs al langer kijkt, die weet dat Noah toen helemaal spastisch deed. Toen we thuis kwamen en Noah was niet naar de dierenarts geweest en Bobby wel. En dat duurde 5 dagen of zo voordat hij normaal deed. Hij sloeg hem en gronde alles. Ik werk, dus dat kan nu niet. Dus Noah moet mee, maar met maar 1 man. Dus ik weet niet hoe het gaat doen, maar goed. Je moet op de katten passen. Ik zit op de katten te passen, Ruup. We zijn er nu. Noah zit daar in de kattenbak. Hier. Hey. Hier is Bobby. Weer thuis, waarschijnlijk heeft hij een stukje klim opgegeten. Nou, dat... Eigenlijk is dat gewoon wat Ruben denkt. Dus... Ja, weet je, dat is het probleem. Als je naar de dierenarts gaat. Ik geloof ook meer op mezelf. Alleen het punt is, ik heb geen medicijnen. Je moet er niet heen lopen gaan en al zeggen wat je denkt te hebben. Dat moet je ook bij de dokter niet doen. Want dan gooit hij het op klim op. Maar geloof me, schat. Ze had gezegd. Ik weet het niet. Maar ik geef je een middel voor de misselijkheid in het kwijlen. Dat heeft ze nu ook gedaan. Ja, hij heeft dus een middel tegen misselijkheid in het kwijlen. Maar goed, nu maar hopen dat ze normaal gaan doen. Lekker, lekker. Het lijkt heel erg donker, maar het zat erbij. Slecht. Hallo jongens, goedemorgen. Sorry, ik blijf jongens zeggen, maar ik kan gewoon niet. Ik ben even aan het opmaken. Ik dacht, ik ga even nieuwtjes delen. Het eerste wat ik net hoor, is dat vaders... Dit vind ik dus altijd de leukste nieuwtjes eigenlijk. Niet alleen maar van de rampscenario's, sorry voor haar. Vaders die kregen volgens mij nu, als ze een kind hadden gekregen met een vrouw... Of wat, ja, met je vrouw weet ik niet, of met je man. Kregen ze 2 dagen verlof. Vaderschapsverlof. En dat wordt... Over een jaar worden dat 5 dagen. Dat is meer dan het dubbele. Dat vind ik wel echt top. Het zal wel voor werkgevers eventjes wennen worden. Want ik bedoel, hoe vaak wordt er wel niet iemand vader natuurlijk. En in 2020 krijgen ze, dit snapte ik niet helemaal. Maar of je hebt nu al een week verlof. Maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval, je hebt 1 week helemaal betaald verlof. En daarna mag je nog 5 weken opnemen. Dat is volgens mij wat ik net heb gehoord. Met dat je nog 70% uitbetaald krijgt. Ik vind het wel een heel leuk vooruitzicht eigenlijk. Wat had ik nog meer voor nieuws? Oh ja, dat had ik ook al gisteren op Instagram gedeeld. Ik hoor het nu net weer. Morgen, het is nu dus woensdag. Ja, donderdag wordt er volgens mij is het nog steeds zo dat het vooruitzicht is. Een jongen krijgt de doodstraf in Amerika. Want hij heeft, ik dacht dat hij zichzelf had vermoord. Maar hij heeft opdracht gegeven om zijn... vader, moeder en broer, geloof ik, om het leven te brengen, zeg maar. En zijn vader heeft het dus toen overleefd. Dat is volgens mij 15 jaar geleden. En zijn vader zegt nu, dat is echt heel mooi, zijn vader zegt nu, ja, iedereen verdient een kans en ik wil dat hij levenslang krijgt. En niet de doodstraf. Als je nu onder de 40 bent, heb je kans dat je leven voor je levenslang, hoe noem je dat? Dat je oneindig lang kunt blijven leven. Dat je dus niet doodgaat. Als je dus nu nog geen 40 bent. Als je dus daar 1970 geboren... Nee, ik las en als je nu nog geen 40 bent. En ik las in 1970 geboren. Ik hoorde het gisteren ook nog bij Humberto Tan. Maar ik ben al heel lang aan het praten. Ja, door natuurlijk de, wat er allemaal ontwikkeld wordt. Maar volgens mij is het zo dat je dan op een gegeven moment zelfs je... hersenen of wat dan ook alles in robots kunt gaan zetten. En ik vind het wel leuk, de serie Black Mirror kijken Ruben en ik. En heel veel mensen kijken dat niet. Dus laat eens weten of jij het kijkt. Dat is echt geweldig. Daar zitten dus ook heel veel toekomstdingen in en zo. Dat je je dochter kunt volgen doordat je haar hele leven lang haar kunt volgen. Doordat je met haar ogen gewoon alles wat zij ziet kunt meekijken. En haar kunt traceren. Dat soort rare dingen. Maar ook dat mensen die in coma liggen in een knuffel worden gezet. Waardoor ze... alleen nog op een knopje ja en nee kunnen klikken. Zodat ze nog een soort van kunnen meeleven. Dat soort rare dingen. Maar dat deed me er wel heel erg aan denken. Ik wil het klaarmaken voor mijn werk. Dus doei. Oké, jongens. Tijd om te gaan werken. Hallo, ik ben weer thuis.
nog best vroeg. Lekker. En met Bobby. Waar ben je? Hey, liefje. Sorry, mijn balkon is een beetje lelijk. Ik zie nog wel dat het niet helemaal lekker is, maar hij is nu even lekker naar buiten, want het is ook lekker weer. Ja, ik wil niet zeggen dat het beter gaat, maar ik heb nu iets van, oké, hij is niet in levensgevaar of zo. Maar ik was de hele dag aan het denken. Dat denk ik, ik heb nog helemaal niet verteld, maar wij gaan dus zaterdagochtend op vakantie met mijn ouders. Wintersport, maar ik zeg net als hij nog zo ziek is. Sowieso echt stress. Morgen ouderavond, dus laat thuis. Vrijdag studiedag, pas om 4 uur klaar. Ik bedoel, soms kun je zeg maar wat eerder weg van je werk, maar met studiedag nu kan het dus helaas niet. En dan moet ik nog alles inpakken. Huis schoonmaken voor Lotte die op het huis kan passen. Dus het wordt wel een beetje stress en dan moeten we de dag erna echt om 7 uur in Baarn zijn of zo met de auto om weg te gaan. Ik wil nu even, sexy, ik wil nu even laten zien wat ik heb gekocht voor boodschappen. Oké, dit is serieus voor tweede avondeten en een paar extra dingen. Het is €30, echt. Ik ben zo slecht aan boodschappen doen. En ik zag dus dit. Glutenvrij. Dit is linzenpasta. Dit is gewoon pasta van alleen maar linzen. Dat lijkt me dus echt top. Want met dit heb ik nooit echt genoeg dat het vult of zo. Truffeltapenade, dat is dus ook vegan. En dat leek me dan niet echt sauserig genoeg. Dus ik dacht dan met een van zo'n room erdoor. Ik dacht, ik ga echt iets. Soms heb ik zin om gewoon zonder recept eigenlijk altijd zelf iets in elkaar te breien. Mijn vlogs gaan heel erg veel over eten. Maar ja. Doei. Charlotte is verdrietig. Want ze heeft nu 6 weken vegan gegeten. Maar als je bedenkt hoeveel snacks ik altijd at. Ik nam elke tractatie aan. Elk blokje kaas in de winkel. Bobby, hoor je ademen. Elk stukje worst. Elk lekker dingetje stopte ik in mijn mond. Nu niks. Want bij alles denk ik zal wel niet vegan zijn. Echt. Geen tractatie. 6 weken lang. Dus normaal elke avond snacken. Nu bijna nooit. Oh ja, soms pure chocola ook nog. Maar dat deed ik ervoor veel meer. En ik ben gewoon dikker. Je moet nu even... Dus ik ga nu tegen jullie zeggen, sorry, maar ik ga stoppen met vegan. Vlees wil ik gewoon niet meer, omdat ik het uit principe niet wil. Kijk, ik dacht dat dit beter voor mijn lichaam was. Soja word ik dik van. Bonen ga ik de hele dag lopen te ruften. Vraag maar Ruben. Ja. Niet normaal. Mijn buik voel ik zo gaan. Ik moest apart zitten in de kamer. Ik had gewoon echt zeker een hele nacht, zeker 12 uur lang, een immense last van mijn darmen. Niet normale geur. Dus dat werd veel af. Avocado was het enige nog 84 wat ik dan kon nemen. Dan ga je maar over pasta, brood, rijst. Waar ik dus dik van word. Smoothies, ook maar mee gestopt. Straks ben ik daar misschien dik van geworden. Ik weet het allemaal niet. Het enige wat ik weet is waar ik van afval is gewoon vlees met groenten. En geen pasta, rijst, dingen. Maar als je geen vlees mag, alleen groenten vind ik gewoon niet genoeg. Word ik ook ongelukkig van. Vind ik niet lekker. Dus ik zeg tegen Rup, het moet maar gewoon pescotariër worden. Kijk, ik vind het voor de dieren, zeg maar de koeien... Varkens, kippen en zo, dat kip nog iets minder, maar toch vind ik het heel zielig. En ik weet, het is geen heilig om dat wel zielig te vinden en vis niet. Maar ik wil, ook omdat vis gewoon sushi echt mijn leven is en zo, en ik dan toch nog wel af en toe dingen kan proeven, denk ik dat ik vanaf nu ga besluiten om pescotariër te worden. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, door deze 6 weken vegan, morgen 6 weken, heb ik echt... Maar je hoeft geen excuus te verzinnen. Iedereen beslist zichzelf wat hij doet in zijn leven. Ik heb altijd gevoeld over het feit dat ik vlees eet. Okay, nou ja, maar ik zeg eerlijk, over vis heb ik hem nooit rot gevoeld. Nou, prima toch? Klaar, dat is jouw standpunt. Dit is klaar. Wat ik nu beslis, dat is waar ik me eigenlijk goed bij voel. Maar iedereen mag toch zijn mening hebben? Ja, dus dit is wat klaar. Ik bij vind. Ik eet wel vlees, ja, dat is ieder zijn ding. En vlees hoef ik gewoon niet meer. Dus ik kan ook weer gewoon vegaproducten kiezen waar gewoon... Kijk, dan gingen wij naar de markt. Ik mocht niks, het enige wat ik mocht is patat. Dus dan ga ik patat eten, ja, dat is natuurlijk niet gezond. Ja, dat heb je kan niet aan liggen. Dat heb je één keertje gedaan. Ik ben één keer naar de Mackie geweest. Maar ja, dat filmen we, dus mensen denken misschien dat ik echt vet stouw. Dus kunnen we gewoon weer genieten wel van sushi, weet je, maar... Je moet nu even naar beneden kijken en dan doen we even Hello Darkness, My Old Friend. Oké. Okay. Hello Dark. Nou, is maar chillen in het zonnetje. Logisch is alleen maar tomaten gegeten. Doei. Het is al 5:05 en ik ben nog steeds bezig met mijn weekvlog. Hij is net klaar, gaat nu renderen. Ik vind vrijdag online zit eigenlijk te laat, dus ik denk dat ik hem gewoon 7:30 online zit of zo. Oké, okay. Hi Charlotte, een fijn wintersportproof pakketje voor jou. Plus de nieuwste Betty Barclay Gear. Vanaf maart verkrijgbaar. Goed, doe dan Sophie. Ja, ik hoop dat er echt als iets van Gouche bij zit, ben ik blij. Dit is heel chill voor mijn dikke haar. Dit is van die Grip. Hij heeft echt heel schattig een pakketje samengesteld. Een beauty blender. Echt zo'n oma van vroeger met echt zo'n lekkere dot. Dat vind ik leuk. Dat je zo je vingers erin doet en zo. Leuk. Schattig. Oh, maar ik heb deze al gekregen van hen een keer.
Die heb ik nog, maar ik ga wel mijn moeder en mijn vader die opruimen kunnen maken. Nou, hier zit glitter dus in. In de een zit bronzer, of een kleurtje, en in de ander zit glitter. Dus ik heb altijd iets van, ik wil gewoon een soort van basic, maar misschien moet ik het dan toch maar een kans geven. Volgens mij heb ik het toen ook in mijn vorige zomervideo's laten zien. Wow, leuk. Echt leuk. Mega pakket. Foundation kwast. En een poeder. Oh, wow. En gouache. Maar Boozy Shop is echt, ik hoop al echt mijn hele leven dat ik ooit iets van de Boozy Shop kan samenwerken. Maar dat heb ik ooit gemeld, dat wilden ze niet. Foundation drops. Nou, zoals jullie misschien weten ben ik helemaal fan van die van NYX. Dus ik ben heel benieuwd naar deze. Ik zal het zeker laten weten. En banana powder. Het kunnen twee hele fijne producten zijn. Ik ga ze nu niet testen, nu niet openmaken. Ik heb nu ook heel veel make-up open, dus ik zal het binnenkort gaan testen. Betty Barclay. Oh, is dat het parfum waar hij het over had? Maar het ziet er heel leuk uit. Ik denk dat het heel bloemig is. Pear, Blackcurrant, Mandarin. Wow, dit ziet er zo mooi uit. Cute. Oh, dit ziet er zo lief uit. Ik denk dat ik hem lekker... Ik ben meer van zoet, maar dit kan niet fout zijn. Oh, lekker. Hij spuit heel... Ken je dat als je gewoon parfum spuit, dat hij er heel mooi... Hij is echt heel fruitig en fris. Maar er zit ook een soort van diepe geur in. Een soort sterk iets. Ik wou zeggen, het is echt een lentegeur, maar... Ik weet niet. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar ik vind hem heel interessant en heel vrouwelijk en heel volwassen. Maar hij is wat sterker dan ik had verwacht. Dus heel erg bedankt, FS Agency. Dit is trouwens wel echt een uitvinding. Die linzenpasta, die smaakt gewoon naar verkoren pasta. Ik zou niet denken dat het geen graan is. Dus dat is voor mij, dit ga ik alleen nog maar halen. Want ik denk dat ik daar minder dik van word. Weet echt niet. Nee, eerlijke mening. Je hoeft niet te zeggen dat je het heel lekker vindt. Kijk, Noah zit stout achter uw scherm. Hij denkt dus nu dat Ruben hem niet ziet. Maar jij geeft nu kopjes. En kijk jullie Love Island? Dat is echt geweldig. Maar hem vind ik niet zo leuk. Het ding met mij is dat ik nog altijd al op zoek ben naar perfecte dieet voor mij. En ik denk dat koolhydraatarm het beste is. Maar dat vind ik gewoon altijd echt heel moeilijk. Maar nu denk ik ineens van misschien is glutenvrij ook nog wel iets om te proberen. Want ik zie dat gewoon glutenvrij pasta. Ik ging er nooit heen. Ik denk, ja, ik heb geen glutenallergie. Dit is gewoon gemaakt van maismeel bijvoorbeeld. Want het zou best kunnen dat dat veel beter valt. Verse ravioli glutenvrij. Wel van ei. En dit dan. Witte en verkoren rijst, mais en quinoa. Ja, dat vind ik dan weer raar dat het van rijst gemaakt is. Dan ga ik wel gewoon rijst eten. Per 100 gram zitten er in linzenpasta. Dat gemaakt is van linzenmeel, oftewel gemalen linzen. 3 calorieën meer dan in volkoren pasta. Dus voor de calorieën moet je het ook niet doen. En misschien moet ik wel calorieën tellen. Wat is glutenvrij? Wordt het van gluten dik? Worden gluten omgezet in suikers of zo? Help me. Ik heb weer een keer mijn sterpje aan. Ik ben weer thuis en we kijken op Temptation. Nu komt het kampvuur, dat is mijn favoriete item. Maar we vinden het niet zo heel leuk, hè? Omdat we Love Island zoveel leuker vinden. Ik heb het nooit leuk gevonden. Nee, ik vond het vroeger geweldig. Nee, ik vond Temptation dus geweldig. Ruben heeft het volgens mij nooit gekeken, eigenlijk. Maar nu vinden we Love... Ik kijk nu Love Island en dat vind ik zoveel leuker. Ik vind de mensen ook niet zo leuk of zo dit seizoen. Je moet altijd gewoon 2 keer in de kampvuur doen. Dan weer 2 keer. Zo eng. Zij ziet de kampvuur van hem. Dan denkt ze, ik ga nu vreemd, want hij is verpest. Hij denkt, oh nee, dat doe ik nou, dan gaat hij het goed doen en oh. Ze lopen helemaal langs elkaar. Vijf keer. Nee. Het is wel heel heftig wat ze in één keer doet. Kinderachtig. Dat is echt heftig. Kijk die gasten allemaal. Elkaar omarmen. Ik wil allemaal wegkijken. Wat deed hij? Hij is nu al klaar. Het enige wat ze nog hebben gedaan is zoenen en onderduiken in het water. Oh, nu wordt het heel gênant. Maar het is wel goede karma, laat hoor. Laat het voelen. Dit is echt karma. Wil je mij niet filmen? Dankjewel.
Ciao, Rick.